gaat-ie. Applaus. Geniet van muziek voor jong en oud. Een gezellig programma waar je van houdt. Met nieuws, muziek en zoveel meer. Brabant Toppers. Ja. Wanneer zijn de opnamen altijd? Het is nu dinsdag. Normaal gesproken elke laatste dinsdag van de maand. Maar het wordt niet gelijk uitgezonden, toch? Nee. We nemen nu de eerste aflevering die we nu vanavond gaan opnemen. Is aflevering 5, nieuwe seizoen. Ja. We hebben er al 4 opgenomen. En deze eerste die wordt op 30 oktober uitgenomen. Oké. Dus de mensen die aanwezig willen zijn, publiek zoals, die kunnen zich opgeven via de website, hè? Ja. Vertelde je net. Via de website, als mensen zeggen van nou, dat vind ik hartstikke leuk, dat wil ik een keer meemaken, dan kunnen ze zich opgeven via de website van Brabant. Je moet je voorstellen, de eerste 4 die we opnamen, dus zonder dat we wisten dat die werd uitgezonden, die artiesten allemaal 5 mensen meenemen, dus dat is voldoende, dat doen we de volgende keer weer. Maar dan zag je een artiest die zegt, nou ik kom met 5, die kwam maar alleen. Ja, dan zit je op een gegeven moment met de gaten, dan word ik zeg, nou laat me open. Zal er open achter zitten. Ja, dat klopt, ja. We maken het open, toegankelijk voor iedereen. Ja, leuk. Nou ja, dat is gaan lopen als een speer. Ja. En weet je, voor die mensen is het natuurlijk, dan is het bij een bekende Nederlander zo gezegd. Mm-hmm. En de mensen die je hebt, die kennen we toch allemaal. Maar mensen van toen zeker. Die vinden dat leuk om dat van dichtbij mee te maken. Zulke leuke gaat, José, Hoebe. Ja. Nee, weet je wel, die dan komt nou vanavond in ieder geval. Ik ben nu met Bonnie Sinclair bezig, Peter Koelewijn. En daar ben ik al redelijk ver. Dan krijg ik Highway weer. Want het eerste programma dan. Ja. Maar Highway krijgen we dan. Met Kitty Kitty Kiss Me. Waar een nummer 1 in. Dat is Silvio. Ben ik nog wel bezig. Ik ben nog bezig met Frank Ferrari. Die ken ik ook. Ja. Noem eens even dat liedje van Frank Ferrari. Monza was er. Die hebben er heel veel gehad. Ja, die hebben we een paar. Heel erg groot. Nee, dat is. Ja, ik ben van die leeftijd, dat weet ik. Maar ook bijvoorbeeld Lady Coeur. Ja. Lady Coeur, maar die wilde niet, want die wilde A en alleen maar live en B alleen maar fado-muziek zingen. Oh. Dus dat liep er niet op te wachten. En toen, en dan scoop je ook nog, althans voor Joop scoop ik dan bijvoorbeeld. Ja. Is dat, Sandra Remmer en, nou die zou komen. Sandra, eigenlijk vanavond dan. En nu heeft ze laten weten van, dat ze met onmiddellijke ingang is gestopt met zingen. Nee, dat meen je niet. Dus ja, nu heeft ze Joop op de nek. Is dat dan zie je mij niet meer aan de bak. Nee. Maar dan hebben we per aflevering die wij opnemen, heeft één van die artiesten een bardienst. Oh, leuk. En meestal de meest bekende. Kijk, dat is het grappige. Ik kom uit de muziek. Dus als ik dan in een muziekprogramma zat op televisie, bij de Tros of Veronica, dan had je een mooi kruisje en dan mocht je eigenlijk staan en dan mocht je je ding doen. Ja. En of dat nou goed of slecht was, daar boeide niemand. Maar heette hier toevallig Rob de Nijs. Ja, dan kreeg je ook meer consumptiebonnen. en dat is echt zo. Ja. Terwijl Rob een hele fijne collega is. En die nam me op en die ging in de regiewagen kijken of het goed was. En hem die zin deed hij het opnieuw. Ja. Even, dat is mij altijd bijgebleven. Mm. En dat wil ik niet. Ik bedoel, of je nou Corrie Konings heet of Pietje Puk. Ik bedoel, die moeten allemaal zingen. Die hebben allemaal een stekende best gedaan. Eén heeft wat meer geluk gehad of een beter liedje. Ja. En die zit hier aan de bar, staan tussen de mensen. Ja,
vind ook altijd leuk als artiesten en andere artiesten ook tussen die mensen gaan staan. Ja. Doen ze niet zo makkelijk, maar nog leuker, want dan maken ze deel uit van. Ja. Dus als, ook als een team. En dan één van die gasten die heeft. Als ze, gaan performen, als ze gaan optreden, lopen ze. Zo. Ja. Beetje hier. Er zit eentje zit aan de bar, eentje achter de bar. Oh, oké. Okay. Maar we filmen niet achter de bar die iemand achter de bar staat te zingen. Dat doen we niet meer, want dat is zo'n kale bedoeling feitelijk. Te magertjes, meestal tegen de mensen aan. Wat ik, en dat is het onderdeel van het format. Deel van het format is dat mensen eigenlijk zo tegen die artiest aan staan. Dat die geen ruimte meer krijgt om te bewegen. Ja. En dat ze maar kunnen raken, dat ze in de nek staan te eigen. Dat ze, dat komt met consumptie praten. Ja. Stiekem kunnen voelen. En dat is gewoon allemaal waterig. Stiekem kunnen voelen. Nou, hier. En, ja? Ja, kom, ja. Nou, mag je nog hier, weet je wel. Kijk, hier hebben we onze mensen van de... Die zitten hier een beetje... Nee, van de regie. Op die schermpjes en dat schermpje te kijken op het totaalplaatje. Die is Ruud, die... Hoi. 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 Ruud doet het geluid. Dus dat we ook een beetje verstaanbaar zijn voor de mensen. En B... voor de opname, ja. Dus een audio-opname. En het, dit gezellige dit is, hoekje? Nee, dit is voor de crew. Oké, dus ze komen niet in beeld. Hier mogen zijn. Geen mensen komen, of mensen van onszelf. Mm-hmm. Dit komt niet meer in beeld. Nee. Nee. Hier zitten mensen van ons. Ja. Dus daar zitten wij. Ja. Dus wat dit wordt helemaal afgesloten, zeg maar. Hier kan niemand meer. Als het gaat gebeuren, is het beste dat ik hier blijf. Ja. Zodat ik ook jou kan nemen. Ja, dus ik kan het net niet meer zien, maar ik kan het wel via het beeld. Ja, zie je wat? Ja. Opnemen. Nou, en als we dan. Gaan we deze kant op. Dit is echt de opnameruimte. Ja. Het leuke van. Gaat het ja. Ja, ja. Ja. Kijk, met die veer wat we nu hebben, zitten de mensen, als ze hier aankomen, zitten ze buiten. En dat vinden mensen leuk. Gewoon, doe maar gewoon. Ja. Rekenen. Ja, maar daarvoor is het ook een succes. Ja. Ja, en hier, ja, daar heb je niks aan, maar dit is de keuken. Vriend! Hey. Hallo, nou daar heb je niks aan. Ik zoek altijd de keuken op hoor. Ja. Ja, dag mevrouw. Dit is een van de broers. Een van de broers? Van de twee broers. Ja. En dit is de kok ook. Van de man is dat de knapste. Ja. By the way, ze eet mee vandaag. Ja, goed hoor. Ben je daar goed van? Sorry? Ja. Maar dit is ons pa. En dat is pa. Hallo pa. Hoi. Dames. Ja. En pa, wat die doet, dat is onduidelijk, maar die houdt super. Een beetje de hoer. Die wordt ook wel gebruikt. Dit komt wel op tv, weet je dat? Huh? Dit komt wel op tv, maar... Ja, dat maakt niet uit. Ik ben een goed close-up. Ja, maar je voelt je wel eens knap in de maling genomen, hoor, die gasten. Ja, ook pas. Ik laat de toko zien. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, kom. Naar deze kant op. Nou, hier komen we. Wat een prachtig gebouw, jongens. Ja. Echt. Hier komen mensen gewoon binnen. Ja, komen ze binnen. Dit is de grote zaal. En dit is de kleedruimte. Die moet nog ingericht worden. En dit is een veerruimte. Dus hier zijn de artiesten vanavond. Ja. En genodigden van ons. Hè. Ja. Er komen een aantal bedrijven en onze sponsoren, niet te vergeten natuurlijk. Die zijn uiterst belangrijk. En die hebben toegang hier en die mensen krijgen allemaal zo'n bandje om dat voor de security ook een beetje duidelijk is wie waar mag zijn. Gewoon om het eind. Het gehele pand is voor de ons. De gebroeders heet het ook hier. Ja, de twee gebroeders. Het is gewoon echt helemaal van Brabant. Dat is gewoon Brabant Thomas vandaag. Zo, zegt hij in de locatie, jongens. Ik zou het je nog gekker vertellen. Niet we hebben het niet gedaan, maar wij konden een sleutel krijgen. Om als we belangrijke gasten of sponsoren. Of we bijeenkomst hebben met wat daarover gaat. Mm-hmm. Dat we zo naar binnen kunnen en hier kunnen vergaderen en drinken. Ja. Nou, dit hier hebben we dan weer toegang tot diezelfde ruimte. En als je hier, dat is ook leuk hoor, dan komt een pannenkoekenhuis. Oh. Oh, dat is waar je net in ja. Dat hoort allemaal bij elkaar. Nou, dan kijk je dit zo in je keuken, zie je? Oh ja. Zie je? Kijk ja, natuurlijk, we lopen gewoon nog. Het is nog groot. Hè? En hier. Het pannenkoekenhuis. Als het minder weer is, gaan de mensen die bij de opname zijn, gaan hier naar binnen. Ja. En daar is een speeltuin en een terras. Nee, dat is goed joh. Ja, spullen hoor. Nee,
Jantje. Ja. Hallo. We zijn super blij met deze locatie. Dit is echt, echt gek. Ja, dit is echt geweldig. Ja. Geweldig. En die keuken, weet je. Alles. Nee, maar zij werken zo ongelooflijk met ons mee. Denk ook mee. Niks is te veel. Dat moet je koesteren. Ja, er zijn al zoveel horecabedrijven geweest die gevraagd hebben aan ons. Ah, wanneer neem je het bij ons op? Weet je wel? En dan zouden we dat ook nog verdienstelijk kunnen maken voor onszelf. Maar dat doen we niet. Want je weet, die betaalt, bepaalt. Ja, absoluut. Maar dit is zo leuk allemaal, jongen. Kijk, jongen, dit is... Als je nog zo eens nagaat dat van een idee, dat dit dan is uitgekomen, dat is toch geweldig, dan heb je toch